Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe Mario Galaxy video. Piet is vandaag ziek. Ja, ga maar lekker slapen. Weet je wat? Ga maar goed slapen. En dan gaan wij snel naar het laatste level in deze spookwereld. Ik hoop wel dat dit even een vette baas heeft, want ik vind deze spookwereld echt super tof. Heb je in de vorige aflevering kunnen zien. Daarin hebben we onder andere Luigi bevrijd uit dit level, uit deze wereld. Van bevrijd van alle boos. Ik zou zeggen, doe vast een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, jongens, als je dit nou leuke video's vindt. Dan gaan wij eens even kijken wie de baas hier is in deze spookwereld. Ik weet wel wie de baas wordt. Dat is natuurlijk gewoon Mario. Dat snappen we zelf ook wel. Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Zijn jullie voor het eerst hier op Benjo Becker? Oké, genoeg gezongen voor vandaag weer, jongens. We gaan nu gewoon vrolijk door. Oh, is er... wat? Raak je ons? Doe eens normaal, joh. Doe eens normaal, man. Raak je ons nou nog een keer? Hou eens even op. Jullie vervelende vleermuisjes. Willen jullie alsjeblieft even kappen daarmee? Oh, wat? Hou op! Hier! Wat een nare vleermuizen. Wow, en wat een enge boer daar. Kijk dan. Loop maar inderdaad heel stil even naar binnen hier, Mario. Want dit is niet te vertrouwen, hoor. Kijk dan. Zullen wij deze... oh ja hoor. Maar hoe gaan we deze... oh, wat? Kunnen we deze kapot... Oh, dat was best vet eigenlijk. Op het moment dat hij zijn tong uitsteekt, dan moeten wij even draaien. Of is het gewoon sowieso een boer die kan ontploffen? Kom maar. Kom hier, kom maar. Kom maar. Hoppakee. Kijk, ik zag het al, hè. Dat hier iets niet klopte. Let's go, Mario. Oh, wacht even. Wacht. Oh, nee. Nou ja, oké. Jammer dan. Ik zag daar nog iets. Ik zag daar namelijk nog een, nog zo'n vraagtekenblokkie. Maar ja, we hadden al op eigen druk. Dus ja, maakt niet uit. Het komt allemaal wel goed. Als we deze spinnetjes tenminste ook weten te nakken. Hoppakee. En jij? Oh, ik was weer eens te snel. Lekker. Pak hem. Goed zo. Oké, nu moeten we onszelf even vastplakken hier in deze... ja, hierin. Moet ik dan een salto doen? En dan, ja, oké, een salto. Ik zal mezelf even die kant opschieten, want ik wil dat muntje eigenlijk wel hebben. Top. Oké, gaan we weer. Salto. Nice. Dan pakken we deze spinnen, rach of whatever it is. En dan gooien we onszelf zo. Hoppakeetje. Even hier naartoe. Bovenop zijn bakkes. Hoppa. Lekker. Ja, daar hou ik van. Dit was een mooie. Nu kunnen we onszelf eventueel... oh, we gaan onszelf naar die kant schieten, jongens. Let's go. Kijk. Die muur gaat trouwens wel echt bijna kapot gewoon, hè. Ziet er niet goed uit, hoor, voor die muur. Gaan we onszelf even naar boven schieten zo. En dan kunnen we ons nu rustig tegen die ster aanschieten. En hoppakee. Woehoe. Kijk waar we allemaal naartoe gaan, joh. Ik vind het zo lachen, hè, dat hij gewoon keihard overal rondvliegt en zo. Ik vind dat echt superleuk. Echt, dit is echt een grote verrassing, dit spel. Ik had het nooit verwacht dat ik zo ontzettend leuk zou vinden. Maar Mario Galaxy is echt een fantastische game, jongens. Ik heb het hier echt zo erg mee naar mijn zin met dit spel. Hoppakee, stukje nummer 1. Dan moeten we nu gaan voor nummer 2. Nummer 3 hangt hier. Oh, die hing daar stil. Hij hangt niet helemaal stil. Gaan we onszelf weer schuin naar boven schieten, want daar zijn er namelijk nog 2. Yes. En ik denk dat we onszelf nu even weer naar beneden moeten schieten. En dan hierin. Hoppakee. En dan recht omhoog de ster in. Zo, hoppa. En dan hebben we de laatste ook weer te pakken. Oh, is er daar nu nog één opeens? Dus dat betekent dat we nu weer die kant... oeh, dat ging maar net goed. Oké, even focussen. Nu. We moeten dus daar naartoe en dan daar naartoe. En dan moeten we ons nu keihard hier recht doorheen schieten. Maar dan moeten we wel goede timing hebben. Ik denk dat dit de goede timing is. Oh, wacht even. Oh, nee. Ik moest natuurlijk wel op A drukken. Handig, Rick. Top. Nou, gelukkig ligt hier gewoon een uppie. Dus er is niet zo heel veel aan de hand. Oké, ik moet mezelf die kant op schieten. En dan moet ik op A drukken op het juiste moment. Ja, top. Kunnen we er door al? Oké. Gelukkig konden we onszelf gewoon vastklampen natuurlijk. Dus de timing maakte niet heel erg veel uit. Oké, wat is hier de bedoeling? Volgens mij moet ik gewoon hier opspringen, toch? Oh, wacht even. Oh, dit is een bouncing ball. Dan moet ik hier weer uitzien te komen. Yes, oké, we moeten dus daar naartoe. Die ster is daar. Ja, dan moeten we deze kant op. Dan moeten we voorbij deze... ja, top. Zo. Ja. We zijn er. Lekker. Oké. We komen nu helemaal bovenaan uit op een platformpie. En hier staat al een Loomaatje te juichen.
Oh, mogen we kiezen voor een power-up of zo? Hij kan me iets verkopen voor 30 starbits. Nou, dat wil ik wel. En dan gaan we voor de paddenstoel. Wop, 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 wop. Zo, lekker. Eet smakelijk. Dankjewel. Hoppakee. Nu kunnen we 6 keer geraakt worden bij de boss battle. Want ik weet natuurlijk niet wat een boss battle gaat zijn. We springen naar beneden. En wat zullen we hier vinden? What? Oké. Okay. Een soort van stenen spookmonster. Oké, okay, hoe gaan we deze aanpakken? Kan hem niet echt schieten volgens mij? Of kan ik hem in zijn oog schieten? Nee, ik kan hem niet in zijn oog schieten. Wat laat hij achter? Oh, hij laat boos achter. En die boos moeten we natuurlijk tegen hem aanslingeren. Ja, kom maar, gelijk nog een keer. Hoppakee. Ik ben zelf ook 1 keer geraakt, maar dit moet wel goed komen, denk ik. Ik heb er nu 2. Hoppakee. Oké, en nu? Moet ik nu tegen zijn tong aan of tegen zijn huig? Het is zijn huig, denk ik, of zo. Ik moet gewoon een bomboe op zijn huig gooien. Oh, het is nog niet klaar. Ik dacht dat het... Oh, nee, nee. Nu wordt het pas serieus. Nu wordt het pas serieus. Oké. Hoe gaan we dit oplossen? Hij probeert ons te pakken met zijn klauwen. Dat gaat hem natuurlijk niet lukken. We moeten even wachten tot alle steentjes weg zijn. Auw. Worden we alsnog geraakt? Kijk, hoppakee. Eentje op zijn klauw. En die andere op zijn andere hand. Nice. Moeten zijn handen natuurlijk rustig aan kapot maken. Kom maar, kom maar, kom maar. Want ik maak je handen gewoon kapot als je mij probeert aan te vallen. Oh, wacht even. Hij heeft nog een andere aanval. We zitten een soort van klem nu. We kunnen hier wel gewoon uit. Dus dat is top. Dan gaan we gewoon weer een rondje lopen. Kom maar, kom maar, kom maar. Hoppa, nice. Wel een vette baas dit, jongen. Hele vette baas. Ik vind het leuk dat de baas hier allemaal wel andere mechanics hebben. Ik bedoel, in Super Mario Odyssey was het best wel een beetje hetzelfde altijd. Die konijnen, je moest altijd op die konijnen hun hoofd springen. Dan was het misschien wel iets anders. Maar het maakte niet heel veel verschil. Dus ja, en dit zijn echt elke keer andere bazen. En dat vind ik wel heel nice. Oh, je gaat nu een gouden steentje gooien? Wat zijn die gouden stenen dan? Oh, dat zijn muntjes. Oké, handig. Handig. Ik heb ze nog niet nodig. Kom maar, kom maar, kom maar. Oh, nee. Ik heb nu wel een muntje nodig, trouwens. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Bam, bam. Lekker. Oké, er komen weer meer boers aan nu. Hoppakee, op zijn hand. Lekker bezig. Oh, wacht, wacht. Ja, moeten we even deze ding kapot maken. Speelveld is weer vrij. Nou, ik vind het een leuke baas, jongens. Dit is vet. Dit is hartstikke leuk. Oké, de boers worden weer gegooid. De muntjes worden weer gegooid. De stenen worden weer gegooid. Ik ga weer lekker naar een boer toe. Ik neem die... Oh, ik wou die andere ook meenemen, maar dit ging even fout. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Halen we het steentje even weg. Oh, ja. Top, top, top. Eigenlijk moet ik dus nu gelijk die boers even oppakken. Want dan kan ik de handen gelijk kapot maken. Of ik gooi er weer eentje bovenop hem, hè. Bovenop zijn huig nu. Kom op. Op zijn huigie. Het laatste stukje. Het laatste stukje. Oh, nee. Hij wordt beschermd door boers. Nice. Nice. GG. Goed gespeeld. Maar dat gaat je niet nog een keer lukken, vriend. Kom maar, kom. Oh, oh. Oké, gooi hem maar even weg, want hij gaat bijna ontploffen, die boe. Kom dan. Nee, weer niet. Kom dan. Oh, nee, weer niet. Kom maar. Wat een vette baas. En hij is op zich nog wel moeilijk ook, maar... Hoor hem even schreeuwen. Hij is weer kapot. Lekker. Super vette baas. Ik vond dit denk ik de leukste baas tot nu toe. Ja. Ik denk het wel. Deze was echt vet. Hoppakee. En weer een star erbij. Ja, en dan ben ik nu natuurlijk knijter benieuwd. Want we kunnen nu naar de Galaxy van Bowser. Een nieuwe Bowser Battle. Let's go. Bowser Jr.'s Airship Armada. Oeh, dit klinkt gevaarlijk. Bowser Jr. is back, jongens. We hebben hem al een keer verslagen, maar hij is weer terug. Let's go. We moeten zijn airships laten zinken. Hebben we water dan? We hebben toch geen water? We zijn in de ruimte. Hoe gaan we een schip laten zinken? Moeten we op al deze airships? Het zal toch niet? Hoppakee, dat is 1. Oh, dat was bijna 2, maar net niet helemaal. Nu wel. Pak hem. Nice, dat is 3. En dat is bijna 4. Ja, dit is 4. Nice. Okay, moeten we iets met dit knopje? Is dat een knopje? Dat is geen knopje. Ik ga wel even al deze star bits pakken. Let's go. Oh, we worden gewoon afgeschoten. Oh, we moeten onszelf afschieten. Hoppakee. Recht in die paal, hopelijk. Nice. Gaan we rustig naar beneden. Gaan we kijken wat hier is. Ik zie sowieso een Kamek. Ik denk dat we deze moeten... Oh, snap. Hoe dan? Oh, we zitten een soort van vast in een hoekie of zo. Ja, lekker dan. Lekker dan. Hoe moeten we deze verslaan? Wil je even stoppen met je lasers? Wat?
Wat zijn dit voor enemies? Dit was zo niet chill. Dit gaat op zich bij zo easy allemaal. Maar hé, die baas van de net, wat gebeurde er net allemaal? Moet ik gewoon voor Kamek gaan? Moet ik Kamek gewoon in één keer slopen? Want ik wilde eigenlijk eerst die andere enemies slopen. Maar volgens mij doet Kamek dat misschien wel met hun. Oké, go Mario. Yes. Ik ga gewoon snel door naar Kamek gelijk. Pak Kamek. Hoppakee, Kamek is weg. We gaan gewoon door. Laat die enemies maar zitten. Oké, ik zie hier allemaal bullet bills. Ik hoop dat ik dit red. Nee! Nee! Ik schiet mezelf te ver af. Ik moet dus beter richten. Dan moet ik nu even wel goed mikken. Dit, volgens mij. Nu moet het wel goed zijn. Ja, yes, nu is het ook goed. Nu kunnen we weer een upgradeje kopen hier. Oh, ik heb nog niet genoeg starbits. Nee joh. Oh, en ik laat mezelf ook gewoon raken nu. Oh, wat slecht. Ik mis nog steeds 4 starbits. Kan ik die hier misschien vinden? Alsjeblieft. Ja, nice. En we gaan natuurlijk weer voor de paddenstoel. Yay. Yo, Toad. Captain Toad. What you doing? Jij hebt het eindelijk gehaald. Ik maakte me zorgen. Oh, we hebben het eindelijk gehaald. We zijn er dus bijna. Top. Let's go. Flip the switch. Ik zie daar een uppie. Dat moet op zich te doen zijn dan, toch? Ja, kijk. Die up kunnen we gewoon pakken. Oh, lekker. Oh, ze worden er bijna afgemieterd. Oké, go. Nice. Oké. Kamek? Hier. Starbit op je hoofd. Oh, hij weert die gewoon af. Hij weert gewoon de starbits af. Maar maakt niet uit. We hadden net genoeg tijd om hem te pakken, omdat we die starbit op hem gooiden. Oh, nee. Daar is die. Lebowser Junior. Hij gaat ons slopen, zegt hij. Ik denk het niet, vriend. Ik denk het niet. Moeten we dit weer zo doen? Moet ik weer deze dingen pakken en deze op jouw hoofd gooien? Oh, moet ik alleen wel iets beter mikken, denk ik. Eens even kijken of dat nu wel lukt. Ik kijk de hele tijd naar dat sterretje, naar dat blauwe sterretje. Maar dat moet ik volgens mij niet doen. Ik moet gewoon kijken waar Mario naartoe kijkt. Dus ongeveer zo, denk ik. Was dat? Is die raak? Was die raak? Ik denk dat die raak was. Let's go, Mario. Gooi hem op zijn hoofd. Oh, die was lekker. Die was heerlijk. Oh, Kamek is ook weer van de partij. Oh, Kamek. Ja, Kamek is kapot. We deden dit trouwens wel echt super goed, moet ik zeggen. Al zeg ik het zelf. Dat was echt een super mooie combi. Oké. Ah, jammer. Die was mis. Nieuwe koepatje pakken. Kom maar. Kan ik op die ballen springen? Nice. Dat kan ook gewoon. Hoppakee. Lekker. Oké, nu is die boos. Bowser Jr. is officieel boos, jongens. Hij draait zich om. Ja, nu gaat hij los. Maar nu kunnen we, denk ik, op hem zelf schieten. Ah, jammer. Die was mis. Die was mis. Kom op, Mario. Moet ik er dan recht voor staan of zo? Ja, we moeten er recht voor staan. Oh, ik word nu geraakt door een spannende Koopa. Misschien moeten we Kamek ook even slopen. Oh, ik gooide op Kamek, maar... Ah! Ah! Complete chaos hier. Kom op, Mario. Gooien. Ja, die was goed. Die was goed. Top. Ik denk dat we hem misschien nog één keer moeten raken. Of... Oh, dit was hem al. Hij gaat er al vandoor. We hebben hem. Boom! Wel een vette boss battle weer, hoor, dit. Ik wil nog even hierboven kijken. Ja, dit is gewoon een Goombaasje die hier even komt chillen. Ja, aan de andere kant zit volgens mij ook nog wat, of niet? Kijk. Hier zien we een uppie, maar die kan ik niet pakken. Want daar had ik een bullet bill voor nodig. Ah, dit is jammer, hè. Anyways, de volgende Grand Star hebben we ook weer in ons bezit. En dat betekent dat als het goed weer is, weer een nieuwe dome open gaat. Hoppakee. Kijk eens. Ja, dit begint er al aardig Rosalina-kleurig uit te zien, hè? Dit gaat al de goede kant op, hoor. Kijk, en daar is een nieuwe dome geopend. En deze ziet er wel mooi uit, zeg. Ziet eruit als een soort van waarzegdersdome. Waarzegders? Waarzeggers. Ik heb te veel video's opgenomen op één dag. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Ah, kijk, dit is de Bedroom Dome. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dankzij jou en je vrienden zijn alle domes in het lagere niveau van deze... Ja, wat is het? Wereld... Rosalina wereld, die zijn weer open. Maar als de engine room klaar is, dan kunnen we dus naar het centrum van het universum. En dan kunnen we dus Princess Peach gaan zoeken, jongens. En dan was er, als het goed is, een nieuw hoofdstukje hier in de bibliotheek open. Die kunnen we even gaan checken. Kijk, inderdaad, Mario is hier weer. En ja, Rosalina zit weer klaar om een verhaaltje te vertellen. En ik vind het best wel cool. Daar gaan we. Ze slaat het boek weer open. En dit is hoofdstuk 2. En dit gaat over Starbits. Ze zijn al dagen aan het vliegen en ze kunnen eigenlijk helemaal niks vinden. De kleine Rosalina en Luma. En als het zo lang zou duren, dan had ze meer jam meegenomen. Zei het naar een kleine meisje, wat Rosalina dus is. Voordat ze weggingen, hebben ze alleen de essentiële dingen ingepakt, zoals een telescoop, een netje. Stel je voor, hè, als je op Animal Crossing Island belandt, ja, dan moet je een netje bij je hebben. Brood, melk, jam, ja, maar niet. Wat hebben ze niet meegenomen? Oh, ze bedoelt water. Ik dacht Starbits. Maar Luma, die begint in ieder geval te lachen. En die zegt, zolang ik nog Starbits heb,
zal er niks gebeuren. En Rosalina probeerde een beetje van die starbits. Kijk, ze vangte hier een paar. En die smaakte als honing. Dus Luma, die heeft er gewoon voor gezorgd dat, ja, Rosalina bleef leven. Want ja, er was geen eten. Maar ja, starbits zijn blijkbaar ook eten. En dan kunnen we nu dus alweer naar een nieuwe dome. Waarmee we dus naar nieuwe galaxies kunnen. En dit is dus de Bad Dome. En laten we eens even kijken. We hebben nu 25 sterren in totaal en we kunnen deze planeet openen met 24 sterren. En dit is de Gusty Garden Galaxy. En die gaan we natuurlijk checken in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal. Dan denk ik dat Piet bij de volgende video wel weer beter is. En als je mijn livestream wil zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickitu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!